Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Ja, Michael Breij, ik had hier graag willen staan met jou om het over je doelpunt te hebben die een hele belangrijke bijdrage had kunnen leveren aan een overwinning. Maar uiteindelijk sta je met lege handen. Hoe sta je hier nu? Ja, ontzettend zuur. Wat het lastig. Uiteindelijk hadden we het na rust heel snel kunnen beslissen. Dat lieten we na. En zij werden steeds sterker en wij kregen er geen grip op. En je voelde het een beetje aankomen. Maar gewoon heel zuur. Kun je verklaren waarom je er niet helemaal grip meer op kreeg op een gegeven moment? Want jullie leken alles in handen te hebben. Ik heb er niet echt een verklaring voor. Die jongens zijn technisch zo goed. En die centrale verdedigers die kun je volgens mij ook op 10 zetten. Want die gingen kappen en draaien. En dat was gewoon zo lastig om daar druk op te zetten. Wat ik zeg, scoor je de 3-1, kakken zij in. En dat zat even niet mee. Dus ja. Ja, je zegt dat hun verdedigers bijna wel op 10 kunnen. Zo voetbalvaardig zijn ze. Hoe wordt er dan naar gekeken als jullie zien van dit is het elftal die Ajax opstelt? Ja, we kijken. Ik heb persoonlijk niet echt naar de namen gekeken. Wij weten dat jong Ajax enorme talenten zijn. Regelmatig bij het eerste meetrainen, meespelen. Dus we wisten dat het een hele lastige klus zou worden. Toen we de 2-1 maakten, dacht ik wel van nou, dit gaan we gewoon winnen weer. Zo kwamen we ook de kleedkamer uit. Wat ik net ook al aangaf, gewoon pech in de afronding of pech misschien niet goed genoeg. Voor mezelf had ik ook een grote kans, die prik ik ook niet erin. En daarna loop je echt achter de feiten aan. Ja, jij wordt op een gegeven moment zelf nog gewisseld na een dik uur. Hoe frustrerend is het dan te zien omdat je er geen invloed meer op hebt op een gegeven moment? Ja, dat is wel het ergste in het veld. Kan je nog wat proberen te doen? Ik op de bank was ik super zenuwachtig. Want ja, wat ik zei, je viel het wel. Je kon het wel een beetje voelen of aankomen. En op de bank heb je inderdaad geen invloed. Je probeert wel die boys nog een beetje te coachen en aan te roepen, zeg maar, van kom op, weet je wel. Maar het mocht vandaag niet zo zijn. Tot slot, wat zegt de trainer dan na zo'n wedstrijd? Jullie hebben aardig gespeeld, maar uiteindelijk toch met lege handen. Wat wordt er dan nog iets bemoedigends gezegd? Ja, trainer is altijd positief. En hij zei alleen wel van, boys, het is toch wel zonde dat we het hebben nagelaten na rust. Laten we wel wezen, dan wil je hem waarschijnlijk 4-5-1 weer. Maar goed, het is ook niet het einde van de wereld. Volgende week hebben we Almere en daarna de Graafschap. Als je die pakt, sta je er weer goed voor. Dus lastig programma, maar kop omhoog, zeg maar. Ja, zeker. Het is ook een mooi programma. Druk, leuk. En dus ja, we gaan er weer voor.